De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft gisteren een oriëntatiebezoek gebracht aan Atjoni. Dit bezoek heeft te maken met de plannen van de regering om daar een verbrandingsoven te plaatsen om huis en ander vuil op een hygiënische manier te verwerken. Volgens de bewindsman is Atjoni een van de 10 plekken die de regering in kaart heeft gebracht voor de verbrandingsovens. Hij zegt verder dat het project op 4 maart de Atjoni start. Het begint bij het starten van een platform dat een maand zal rusten. De eerste week in april zijn we dan zover om verder te gaan, zegt Elias. Midden april uitelen dat wij dan de verbrandingsoven komen plaatsen hier op Atjoni. En dan hopen wij begin mei de verbrandingsoven in gebruik te kunnen nemen. Het is een project die de president landelijk gaat opzetten. De eerste fase van het verbrandingsovenproject is al begonnen. Er zijn al platformen gestart op Wageningen, Tapuripa, Cornelis Kondre, Donderskamp, Calabas Creek en op Marwina. Op dit moment is het team, want het is een technisch team die speciaal de installaties doet. Ze hebben een training gevolgd in Shanghai, China. Het technisch team is nu bezig de laatste hand te leggen aan de verbrandingsoven op Wageningen. Dus ik denk dat dat tussen nu en 3 weken geopend kan worden. Humphrey Yeru, districtscommissaris van Boven Suriname, zegt dat er ook een mini-ziekenhuis te Atjoni gebouwd zal worden. Daar zijn we al mee bezig. De plaats is reeds opengelegd en de aannemer is bezig met de technische voorbereidingen. Binnen niet al te lange tijd hopen wij dat ze met de werkzaamheden kunnen starten om te komen tot dit mini-ziekenhuis op Atjoni, benadrukt de burgervader. Die dan eigenlijk de tweede lijn zorg moet kunnen bieden. Omdat, zoals je weet, medische zendingszorg voor de eerste lijn zorg in het boven Suriname gebied. Eigenlijk in het hele binnenland, maar nu praten we over boven Suriname. Dus dit ziekenhuis gaat dus dan zorgen voor de tweede lijn zorg. En mochten ze dus er niet uitkomen, dan zullen patiënten worden doorverwezen naar de stad. Daarnaast hebben wij dus dat er zeker voor wat betreft onze milieu er een verbrandingsoven komt. Deze besluiten zijn dus allemaal genomen door de president. Er zijn 10 verbrandingsoven die vanuit Shanghai worden aangevoerd. 5 zijn er al, er komen nog 5. En de president heeft dus besloten om ook op Atjoni 1 te doen installeren. En daar moet, als het goed is, op 4 maart begonnen worden met het platform dat gestart moet worden. Humphrey Yeru, districtscommissaris van Boven Suriname. Onze nieuwsdienst sprak hem naar aanleiding van de verbrandingsoven die op Atjoni geplaatst zal worden. Minister Elias van Volksgezondheid heeft ter voorbereiding hiervan een oriëntatiebezoek gebracht aan het gebied.